deze meneer is voor mij nu de man. Oké. Moest even een paar dingen doen. Gisteren waren er stemmingen in de Tweede Kamer. En Nieuwe Wegen heeft daar gezegd van, wij willen niet doorgaan met de gesprekken met Turkije. Er zijn razzia's gaande, journalisten worden opgepakt, mensenrechten worden geschonden. Helaas stemde toen een meerderheid van de Kamer, VVD, Partij van de Arbeid en DENK, die stemde nee, we gaan door. Turkije moet bij de EU kunnen komen. Zijn wij tegen, als het op deze manier gaat. Gisteren tegengestemd en vandaag ook in het nieuws dat bijvoorbeeld in Duitsland Merkel heeft gezegd, nee, zo kunnen we niet verder. Het draait er nu op dat ook het kabinet begint te draaien. Dat is op zich goed nieuws. Wij vonden gisteren al bij de stemmingen, dat kan zo niet. Als er razzia's gaande zijn, dan moet je niet zo met zo'n land gaan samenwerken. Kan er geen geld naartoe. Dus stoppen daarmee. Helemaal goed, jongen. Ik wil eigenlijk wel bij meneer Sinks erop. Hallo. Ik heb nu eigen fractie, Nieuwe Wegen. Nieuwe Wegen. Heb je daar al van gehoord? Ja. Heb je ervan gehoord? Heel goed. Weet je wat ik zeg? Als je maar een sociaal hart hebt en gezond verstand. Ja? En nog één vraag misschien. Zie je dat jullie het al veel beter weten dan politici? En politici die gaan ook meteen zeggen wat moet gebeuren. Maar ik zeg altijd, stel gewoon de vragen. Dan weet u het veel beter dan de meeste politici. Ja. Ja. Doe jij maar even voor dan. Jacques, waarom staat eigenlijk een fles wijn op tafel? Ja, dat is niet normaal hoor, in de Tweede Kamer. Maar Rutger Kastrum heeft een weddenschap gewonnen. En die gaan we zo dadelijk overhandigen. Een weddenschapje in ons... Hey, waar staat voor je klaar? De rode wijn, kijk eens. Okay. Want een beetje kerel die zegt wat we terug kunnen verdienen, toch? Ja. Maar ander hoor, maar nee, zeker. Deze... Ja. Ik ga minstens 20 zetels halen bij de volgende verkiezingen. Dan zet ik een fles wijn op. 20? Ja, minstens. Die ga ik aan. Oké. Okay. Ik zeg gewoon erop af naar de eerste afspraak. Zo. Ja? Ja, is verkleint de afstand tussen ons, hè? Zo is dat. Hey, bedankt. Zo. En die dingen durft te zeggen waarvan je niet meteen denkt, oké, we gaan naar de Wildershoek. Nee, we gaan naar de Jaap Monashoek. Deze meneer is voor mij nu de man. Helemaal goed. Het gaat lukken, die 20 zetels. Gaat lukken, die 20 zetels? Ja, dit gaat lukken. Zeker? 20 zetels gaat lukken. Ja, die gaat lukken. Okay. Zie je wel? Hoort van anderen. Oké. Wel eng hoor, is ook zo. Spooky. In de schijnwerpers, hoe vind je dat de dag is verlopen vandaag? Het is bijna 11 uur, lekker laat. Ja, het is een mooie dag. We komen terug uit de Peel in Brabant. In het mooie Brabantse land. Bij een installatie van een collega, maar ook wel voelt aan als een vriend. Maar we waren natuurlijk gewoon zakencollega's. Hij zat bij de VVD-fractie. Michiel van Veen, we hebben samen cultuur gedaan in de Tweede Kamer. Echt een goede vent.